Ja, ik vind dit spelletje gewoon geweldig. Als ik nu ook weer een geef me een stick en een bal en ik kan de hele dag op het veld lekker pielen. Ik loop naar die 23 meterlijn en dat is de eerste keer dat ik een shootout neem. En ik voel me zo vreselijk zenuwachtig. Het is echt intens. Ik wilde elke training en elke wedstrijd focuste ik me op het rendement. Oké, hoe gaan we deze wedstrijd in? Hoe gaan we de teambespreking in? Wat gaan we doen? Wat willen we uitstralen? Je kan technisch gezien de beste speelster, beste hockeyster van de wereld zijn, maar als je niet in een team kan functioneren, dan houdt het echt op. Het is het allerbelangrijkste dat je uiteindelijk jezelf zo goed ontwikkelt en dat je de beste versie van jezelf bent om uiteindelijk het team te helpen en het team het beste te laten presteren. Alles over topsport, voeding, mindset en de technische vaardigheden.